ATV heeft een nieuwe leiding in de persoon van Horatio Indiaan. Geen onbekende in de samenleving, heeft Indiaan al meer dan 30 jaar ervaring in de media. Hij zal de functie van waarnemend hoofd ATV vervullen vanaf 2 april 2024. Indiaan is warm onthaald bij zijn voormalige collega's. Ondanks het hiërarchisch nu anders uitziet, betekent het niet dat er geen sprake kan zijn van samenwerking, zegt Indiaan in gesprek met onze redactie. Ik ben blij omdat ik dan een andere positie heb in de zin van ik ben thuis. Ik was toen al thuis, ik ben nog steeds thuis. Maar andere positie, maar het meest belangrijke is dat ik leiding kan geven aan een fantastisch team. En ja, ik voel me super. Kijk, als ik even terugblik, mijn periode hier als werknemer zelfs bij ATV. Die werksfeer was er altijd, met mijn collega's. We hebben altijd prettig samengewerkt. En ja, je komt naar binnen en die warm onthaal voelt je goed aan als ik het verwacht heb. Je komt binnen en vol verwachting natuurlijk. Dat je weer blij bent na een tijdje je collega's weer te zien. Dus ik had het in feite toch wel verwacht. Deels wel verwacht, kan je zo zeggen, ja. ATV bestaat augustus aanstaande, 37 jaar en zoals elk medium dipt iedereen zijn tenen in de social media pool en ATV is daar ook niet achter, geeft Indiaan aan. Hij onderstreept dat hij er alles aan zal doen ATV naar hogere hoogtes te brengen. Kijk, ATV is toen populair geworden met het maken van eigen producties. We kwamen toen ook zeer sterk met live uitzendingen en dat is ook nog steeds het geval. Kijk, als we kijken naar bepaalde live uitzendingen, kijk, nu hebben we die SML, we hebben ook onze eigen producties, net als ODL Under the Loop, we hebben ook nog Q&A, noem maar op. Maar voor mij, als ik zeg van wat mag men verwachten, welke plannen zijn er? Kijk, ik ben zelfs programmamaker, ik kom met ideeën, dus daarop ga ik wel zeker focussen dat men mag verwachten en dat men mag uitkijken naar goede eigen producties. Dus dat mag ik de samenleving wel melden van, kijk uit, dus we komen wel sterk naar buiten. Indiaan wordt succes toegewenst in zijn nieuwe functie als waarnemend hoofd. Staf en personeel van ATV wensen hem het allerbeste toe.